In laan 1 zien we Van Faandels uit Amsterdam, Nicky van Leuveren. In laan 2, en dames en heren, laat van u horen, de Nederlands indoorkampioenen bij de vrouwen en de meisjes A. Ze heeft een limiet voor een EJK voor de 200 en 100 meter al op zak. Ze leidt ze trots, Tessa van Schagen. Laan 3, uit België, Hanne Klaus. Laan 4, uit Groot-Brittannië, Hayley Jones. Laan 5, van Faandels, gisteravond nog in actie tijdens de Fanny Blankenschoen Games, Cadene Vassel. En in laan 6 van de AKU, de zilveren medaillewinnares van het NK Outdoor, Eva Lubbers. Graag stilte bij de start. Op uw plaatsen. En dat was het laatste startschot van de 42e editie van de Gouden Spike. De 200 meter voor de vrouwen met Tessa van Schagen in laan 2. Kom Tessa! We zien Hanna Klaus uit België. Het is hier Hayley Jones. Trots van Leidalpatiek hier vandaag in Alphen aan de start staan. Deze 42e editie van de Gouden Spike. Ja, het is wel jammer dat het niet de lijn is. Maar ja, hier is het ook heel mooi. Dus ja, het maakt niet zo mooi. Oké, nou, de vrijwilligers, zowel van Leidalpatiek als AAV 36, hebben het prachtig voor elkaar. Tessa, het Europees Juniorenkampioenschap, dat staat voor de deur. Je hebt jij gekwalificeerd voor de 100. En 200 meter. Wat zijn je verwachtingen daar? Ik wil graag de finale halen van de 200. En daar dan het beste laten zien wat ik in me heb. Dus ja, ik weet niet precies wat dat is, maar... Liggen er medaille kansen? Ja, ik weet niet. Ja, misschien wel. Nou, ik weet gegarandeerd zeker, hè? Hier staan heel veel mensen uit Leiden. Hier staan prachtige mensen uit Alphen. Met een geweldig afsluitend applaus gaat het jou lukken. Dames en heren, de kanjer uit Leiden, Tessa van Schagen. Ja hoor.